Nou, kijk, je kunt niet ontkennen dat er een retailprobleem is in heel Nederland. En dat betekent dat de horecaactiviteiten binnen de retail steeds meer opgerekt gaan worden. En zolang het broodjes zijn en kopjes koffie, kan Kaya in Amsterdam en ik als voorzitter daar nog wel vrede mee hebben. Maar er begint nu ook een discussie de kop op te steken om steeds meer ook alcoholische dranken binnen de retail te gaan schenken. En dan vind ik dat we een brug overgaan die we niet over moeten gaan. Want dan lijkt mij het retailprobleem eigenlijk ook afgeschoven te worden op de horeca. En die kant moeten we niet op met elkaar. Nou, omdat natuurlijk punt 1 er een alcoholagenda is van de overheid zelf en de gemeente Amsterdam. Ik vind mij in goed gezelschap van de staatssecretaris Van Rijn, die ook zegt van het kan helemaal niet dat de horeca ook nog eens in feite uitgebreid wordt in activiteiten met alcohol in de retail. En ik vind principieel ook dat het niet zo moet zijn dat de supermarkten allemaal gescheiden afdelingen hebben waar je sterke drank kan krijgen. En als het dan even zo doorgaat, aan de hakkenbar je een bako kan bestellen. Of als je in de platenzaak een nieuwe cd aan het afluisteren bent, gezellig een glaasje wijn kan bestellen. Dan is het in Amsterdam ook nog zo dat ze dus het aantal vierkante meters van horecabedrijven aan het opschalen zijn. 20% van een retailwinkel mag nu een horecaactiviteit zijn. En dat gaat naar 50 en dan mag het ook nog naar de voorkant van het horecabedrijf. Dus op een gegeven moment als je op straat loopt, dan weet je niet meer nou, eigenlijk heb je het idee dat bijna dan alles horeca aan het worden is. En die kant moeten we niet op. Er is een alcoholmatigingsbeleid en alcohol is iets wat je niet zomaar kan gaan verstrekken. Dus ik vind ook niet dat het onder voorwaarden in de retail geaccepteerd moet worden. Ik vind eigenlijk dat er een sterke grens getrokken moet worden bij retail. Geen alcoholische versnaperingen. En die horen echt thuis bij de horeca. En die hebben daar ook allemaal voor doorgeleerd. En dat is in feite ook de bedrijfstak waar dat in goede handen bij is. Nou, ja, kijk, concurrentie is er sowieso. Als je ziet hoeveel horeca-gerelateerde activiteiten er nu al in de retail mogen. Nou, dan mag je wel spreken dat er natuurlijk al een ongekende concurrentieslag aan het woeden is. Maar daar kunnen we ons wellicht allemaal nog wel voor wapenen. Maar de brug overgaan en ook alcohol in dat domein toelaten van de retail, dat is echt een gevaarlijke weg. En daar zou ik zeer, zeer tegen zijn. En ik ben een goed gezelschap van de staatssecretaris die dat gelukkig met mij eens is. Nou, je ziet dat de laatste jaren de gemeente en het Rijk natuurlijk verscherpte controles heeft uitgevoerd. De leeftijdsgrens is naar 18 jaar gegaan. En dat vind ik op zichzelf een goede en begrijpelijke zet. Er wordt ook veelvuldig gecontroleerd. Er wordt ook heel veel horecapersoneel getraind op doorschenken. Dus wij als horeca moeten ontzettend goed ons best doen om ook onze vergunning te behouden. Om niet tegen enorme bekeuringen aan te lopen. Waarvan ik nog wel steeds vind dat degene die in feite nog geen 18 is en een alcoholische drank, een biertje of een wijntje bestelt. En dat wordt ontdekt dat die veel minder beboet wordt en bestraft wordt dan wij als de horeca. Dat zou veel meer gelijk getrokken moeten worden. Want dat betekent dat, dat de kans dat een boete voor een jong iemand die iets bestelt eigenlijk ook wat omhoog gaat. Dus dan zal die zich hopelijk nog een keer extra bedenken voordat hij dat doet. Maar dat daar gelaten ben ik het grosso modo eens met die verscherpte eis van alcohol. Want dat is natuurlijk op zichzelf een product. Ja, het is geen onschuldig product als je dat niet op een goede manier natuurlijk serveert. En in het domein van de retail moet niet dominant alcohol zijn plek gaan krijgen. Want dan, nou ja, dan is het de hele dag door gelegitimeerd om gezellig bier te drinken en wijntjes te nemen en Bacardi cola's te nemen als toevallig je schoenen versleten zijn. Nou ja, dat is voor veel horecabedrijven ook best wel een grote kopzorg. Omdat natuurlijk jonge mensen al gewend waren uit het verleden dat daar veel minder streng naar gekeken werd. Dus die waren al natuurlijk al aan de alcohol. En om die daar dan in ene van af te krijgen, dat is een lastige zaak. En heel veel horecaondernemers hebben daar natuurlijk best een zware dobber aan.
Maar ik geloof wel dat grosso modo de overheid deze grens wel een keer moet gaan trekken. Want er komt een nieuwe generatie aan en die zal eerder accepteren dat dan dat alcoholconsumptie bij die 18 jaar begint. Dan zullen ze ook gewoon bij 16 en 17 toch uitgaan. En dan krijgen ze een keurig een bandje om. En dan drinken ze nog geen alcohol, maar gaan ze al wel deelnemen aan het sociale circuit wat de horeca is. Het is niet voor niks de huiskamer van de samenleving. Dus in die zin is het een ontwikkeling die nu pijn zal doen, maar die op termijn denk ik wel een goede maatregel zal zijn. En de jeugd zal toch naar de horeca toe gaan en het ook niet meer als vervelend ervaren dat ze een bandje omkrijgen en tot hun 18e geen alcohol kunnen bestellen, maar wel mee kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes in het sociale leven. En daar is die horeca natuurlijk ook een hele belangrijke schakel, want je kunt ze maar beter in de horeca gelegenheid hebben dan dat je ze los op straat laat lopen. Wij zitten op het Rembrandtplein en wij hebben een leeftijdsgrens die eigenlijk daar al ver boven ligt. Wij beginnen in de club met 23 jaar de Escape. Maar we hebben hier restaurant De Kroon en beneden café Escape. En we hebben Van Rijn. En daar is het rond de 20 jaar. En onze mensen letten daar scherp op. Dus wij zijn niet helemaal representatief voor heel veel andere horecabedrijven. Dat dit natuurlijk een zaak is die nu al oud doet. Je moet nu een hele generatie teleurstellen die al gewend was dat zij horeca in konden en dat ze daar ook alcohol konden bestellen. Nadat de leeftijdsgrens omhoog is gegaan, moet je ze dat nu gaan verbieden. En ze hebben daar eenmaal aan geproefd en dan is het lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus deze periode is voor veel horecabedrijven best wel lastig. Maar als we daar doorheen zijn en je speelt erop in met je bedrijfsvoering, creatieve zin, dan zullen we dat ook overleven. Dat is mijn stellige overtuiging. Maar we moeten niet ingehaald worden door de hakkenbar die ook gezellige wijntjes gaat schenken. Wat doet hij? Er is best wel veel te doen ook voor hem. Hij kan ook wel aan zijn trekken komen, want de verscheidenheid aan horecabedrijven in deze stad is ongekend. Als je ziet wat er in deze regio omgaat aan horeca-business. Het is een branche van rond de 2,5 miljard euro. Dus het is een enorme industrie in Amsterdam. Dus, het is een problematiek waar wij vanuit Amsterdam minder mee te maken hebben. Maar ik spreek natuurlijk ook mijn collega's wel in andere delen van het land. En die zeggen van ja, de burgemeesters die kijken de andere kant op. Want als de kinderen maar van straat af zijn en ze zitten dan in een zuipkeet, dan doen we maar een beetje zo. Maar ja, dat is natuurlijk een beleid wat natuurlijk van geen kanten kan. In relatie tot de eisen die je stelt aan de horeca, horen daar natuurlijk ook een gelijk speelveld te zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus dan moet sneller en strenger naar die zuipketen gekeken worden. Om de horeca ook een faire kans te geven. Dat je met een bandje wel de horeca in kan. Geen alcohol, daar moet je dan nog even mee wachten. Maar wel deel kan nemen aan het sociale proces. Onder controle. Op een professionele manier geleid. En in de zuipketen is natuurlijk dat ten enenmale afwezig. Dus dat is iets wat echt wel door de gemeentes en de burgemeesters opgelost moet worden. Dat is iets wat wel veelvuldig ook door KN ook wel geagendeerd is. Maar ja, het moet ook wel gebeuren. Dat zijn de mensen van KN in de provincie natuurlijk ook, denk ik, dagelijks mee bezig. Maar dat, ja, dat is een proces wat elke keer ook wel de aandacht vraagt van iedereen. Ik heb niet zoveel lastige dingen. Het is natuurlijk een enorm groot bedrijf hier om te leiden. Maar ik denk dat ik mij vanaf het begin heel helder heb voorgenomen om me te realiseren dat de besluiten genomen worden in de Stopera. En ik als voorzitter van KN Amsterdam is ervoor om die besluiten te beïnvloeden. Om met betere voorstellen te komen. Om er goed over na te denken. Ook over het belang van de gemeente, maar ook over het belang van ons als branche. En in diezelfde 6 jaar heb ik onze burgemeester eigenlijk zijn hele ambtstermijn ook als onderhandelingspartner tegenover mij gevonden.
En ik heb ontdekt dat als je met goede voorstellen komt en die ook de belangen van beide partijen serieus neemt, dat er zaken te doen is. En dat je dus in feite met betere voorstellen, die ook de moeilijke positie soms van de horeca in ogenschouw nemend, eigenlijk tot betere besluiten en tot betere afspraken kan komen met elkaar. En de sfeer waaronder dat natuurlijk gebeurt is wel belangrijk. En daarom moet je ook nooit tegen de burgemeester zeggen: burgemeester, ik vind geen goed voorstel. En als hij dan zegt van: maar wat had jij er gedacht, Tom? Wat zouden we daarom moeten doen? Als je dan zegt: dat weet ik niet, heb je een groot probleem. Dus je moet op voorhand nagedacht hebben over het alternatief. En het alternatief moet dan niet alleen het belang van de horeca vertegenwoordigen, maar ook nog wel meenemen het belang van de politiek en wat zij willen. En daar de tussenweg, de middenweg in vinden, dat betekent dat je dan eigenlijk ook de rol oppakt die volgens mij KN op het lijf geschreven moet zijn. En dat je dan een beter horecaklimaat krijgt. En iedereen in feite toch eigenlijk geeft wat die vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid waar kan maken naar zijn achterban. Nou ja, er zijn natuurlijk veel leuke en gezellige voorvallen. Er is niet iets wat mij nou zozeer opvalt. Ik heb deze 6 jaar als ontzettend prettig ervaren eigenlijk. Ik heb daar een heel leuk gevoel aan overgehouden. We hebben veel voor de stad kunnen bereiken. Het profiel van KN is echt gestegen. En daar kijk ik met heel veel plezier op terug. En dat is ook eigenlijk hetgene wat ik altijd wel als hoogtepunt zal zien. Dat zo goed gelukt is. En dat hebben we gedaan met een collegiaal bestuur. Met bestuurders. We zijn met 7 bestuursleden. We zijn ondersteund door het secretariaat. En we hebben dat eigenlijk altijd geduid als bijna een vriendenbestuur. Maar wel met echt een serieuze scope op het behalen van successen. Om goede onderhandelingsresultaten voor onze leden veilig te stellen. En dat is iets wat ons denk ik wel gelukt is. Dus daar kijk ik met ontzettende tevredenheid op terug.